Bismillah walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Welkom bij een nieuwe les van Nahw. We gaan door waar we vorige keer gebleven waren. En waar we gebleven waren was de mabniyat van de esma. Zoals jullie weten zijn er drie soorten kalimaat. Ism kalima kun je onderverdelen naar drie. Ism, fi'al en harf. En een kalima kun je onderverdelen op een andere manier naar mu'arraba, inderdaad, en mabniya. En mu'arraba. Nou, wat houdt mu'arraba in? Houdt in dat het einde verandert als de grammaticale staat van het woord verandert. Mabniya is het tegenovergestelde. Vervolgens hebben we uitgelegd dat een ism kan mu'arrab zijn of mabni. Hij kan mabni zijn. Nou, normaal gesproken, dus de default waarde als het ware van een ism is dat hij mu'arrab is. Dus dat is de asl, zoals we dat noemen, standaard. Normaal gesproken, dus normaliter is de ism mu'arrab en soms is die mabni. Dat noem je, dus die wat afwijkt, noem je de farwa. Dus je hebt de asl en de farwa. Hij is in sommige gevallen, is de ism, is hij mabni. Maar wanneer is hij mabni? We hebben een paar categorieën gehad. En we hebben het boek behandeld. Even kijken, waar staat hij? Het tatbiq an-nahwi hebben we daarvoor gebruikt. En dan kregen we een lijst van Al-Bina en dan Al-Mabniyat min al-Asma. Deze. Hij zegt: Al-Asma al-Mabniyat yumkinu tartibuha ala al-Nahwi tali. Oftewel, de Asma die Mabniyat zijn, kunnen we op de volgende manier. Het is mogelijk om het op de volgende manier te categoriseren. Als eerste heb je de Dama'ir. De Dama'ir zijn allemaal Asma die Mabniyat zijn. En dat betekent dus dat ze nooit veranderen. Want Dama'ir hebben behandeld zoals Anna, Ente en Hua. En verschillende vormen ervan. En die zijn dus Mabni. De Asma'u Ishara, zoals Hada, Hadihi en Ha'ula'i. Zijn ook Asma'u die Mabni'a zijn. De Asma'u Musula, zoals Alladhi, Wallati, Walla'i, Walladhun of Alladhina. Zijn ook Asma'u die Mabniya zijn. Dan heb je Asma al-Af'al, is een subcategorie, zijn enkele woorden die hebben een bepaalde betekenis die lijkt op een fi'al, heeft de betekenis van een woord van een fi'al, maar is een ism, zoals Amina, Hayhata enzovoort. Dat is een subcategorie eigenlijk van de ism. En dan heb je Asma'ul Istifham, zijn vraagwoorden, zoals Ena, Kam, enzovoort, en Meta. Dan heb je Asma'ul Shart. Asma'ul Shart zijn woorden die je gebruikt om een voorwaarde te stellen. Als dit, dan dit. Wanneer dit, dan dit. Waar dit, dan dit. Weet je? Het is allemaal Asma' die je gebruikt om een shart, om een voorwaarde te stellen. Dan heb je Asma Murakkaba. We zijn volgens mij gebleven. En het gaat over Murakkaba houdt in dat er twee woorden zijn die samen, kijk hè,
Hier zijn ze. Het zijn woorden zoals Ahada Ashra. Ahada Ashra. Dus ze zijn, ja precies. Dus je hebt een bepaalde samenvoegsel. Of een samenvoeging. Zoals Ahada Ashra. Of Arba'ata Ashra. En die zijn Mabni ala Fathil Juz'ain. Oftewel, allebei zijn, krijg je een Fatha. Dus Ghamsat Ashra enzovoort. Oké. Dus de cijfers van 11 tot en met 19, met uitzondering van 12, die zijn allebei Mabni al-Fath. Dus de beide woorden, dus Ahada Ashra. Thalafata Ashra, Arba'ata Ashra enzovoort. Die zijn allemaal Mabni al-Fath. Oftewel, ik krijg altijd een Fatha. En er zijn andere woorden, zoals Sabaha Masa'a, of Yawma Yawma, Beta Beta, enzovoort, die ook die status hebben. Ik denk maar dat het niet huis betekent. Jawel, op zich wel. Beta, beta. Fulanun jari, beta, beta. Hij gaat lang huis. Ofwel huis na huis. Zo kan je het zien. Maar je hebt toch ook gewoon beten, betien en beten. Die zijn toch niet met hem, dus waarom steeds wel? Omdat deze samengevoegd zijn. Je hebt beta, beta. Dus omdat ze samengevoegd zijn, ja, krijgen ze de status, worden ze Mabni. Dus hij gaat huis langs. Dus elke, eigenlijk wel, huis naar huis. Beta, beta. Maar wat wordt daarmee bedoeld, huis naar huis? Ja, die meerdere huizen. Oké. Okay. Net als Sabaha Masa'a betekent volledig, of eigenlijk altijd. Jome, jome, ja precies, dag na dag. Wordt dit veel gebruikt? Bij de klassieke Arabieren? Ja. Ben niet vaak tegengekomen, maar goed. Het is in ieder geval wel iets wat bestaat. Okay. We hebben deze, Esma, Ism La Nafil Jins, krijgen we later. Munada krijgen we later. En dan hebben we een paar losse woorden. Dus er zijn gewoon bepaalde woorden die gewoon los zijn. En die kan je niet verzamelen in een bepaald hoofdstuk. Het is gewoon een losse categorie als het ware. Dus je moet gewoon leren. Precies, je moet gewoon leren. Bijvoorbeeld een naam, een specifieke naam die eindigt met Weihi. Zoals Sibweihi. Weihi is Mabni ala al-Kasr. Weihi. Je zegt bijvoorbeeld Ketteb Sibuwehi, oude kitab in Nahu. Of in Nahu. En er is eentje, en het is misschien wel een subcategorie, maar. Maar kende Sabben lil Mu'annafi ala wazni fa'ali. ولا يكون في النداء ويبنى على الكسر. Iets wat gebruikt wordt als een scheldwoord of om te schelden tegen vrouwelijk, een vrouwelijk scheldwoord als het ware. Zoals Rabathi. ولا يكون zat في النداء, maar volgens mij is het illa في النداء. Maar kan een sabba nu maar invallen, was niet fa'ali, wala yakunu fi nida. Is fout, het moet waarschijnlijk zijn, wala yakunu illa fi nida. Komt alleen maar voor bij nida. Want als de voorbeelden zie je. Ya khabathi, ya fassaqi.
Je hebt Saqi, Gabathi enzovoort. Dat is scheldend voor tegenvallen. Ik heb het al scheldwoorden. Ja, goed. Gabath is van Gobbeth. En die verdorvenheden enzovoort. Fasaq is zondaar. طيب ما كان علما على المؤلف على وزن فعالي ايضا خدامي وسجاحي. Nou, die kan je ook gebruiken als naam van een vrouw, zoals خدامي en سجاحي. Zijn geen namen die echt veel voorkomen tegenwoordig. En dan kun je كذبت. Even geen positieve voorbeelden. Kibbebet Sajahi. La'natullahi ala Sajahi. Ik weet ook niet waarom. Ina Sajahi lakadiba. Ik weet niet of Sajahi iemand is in de geschiedenis met een slechte naam. Ja. Qabl, ba'd, awwal. En laatste ken ik niet. Maar qabl en ba'd. Als je een mudaf hebt. Je weet wat een idafa is, toch? Een mudaf en mudaf ilay. Precies, je hebt een mudaf en een mudaf ilay. Nou, ik zeg bijvoorbeeld, ik kom naar jou toe. Bijvoorbeeld atika. Atika. Ba'd al, bijvoorbeeld... Na het Lasha bijvoorbeeld. Lasha. Of Lasha kan ook, maar. Lasha. Sorry. Lasha-i. Dus het is modaf. En Lasha-i is. Modaf ilay. Dus deze is majroer vanwege. Wacht even. Waarom is dat. Hoe heet dat nou? Hij zei nou net. Welke? Modaf is toch met de betekenis van? Ja, er zijn enkele uitzonderingen op de regel. Ah, okay. Maar baarde en dan hetgeen wat erna komt. Dit is ook de modaf. Ja, dit is ook modaf, etaf constructie. Okay. Dus atika, baarde al-asha'i. Baarde is hier modaf. Dus heb je hier de modaf. En de modaf ilay. Nou, als je ervoor kiest om de modaf ilay weg te snijden. Weg te halen. Wat gebeurt er dan? Dan wordt deze, de modaf, wordt dan mabni ala dam. Baadu. Net als een baarde. Net als baarde. Was vanwege het feit dat hij mef'oud was. Mef'oudum fihi. En nu? Wordt er, als de modaf ilay weggesneden wordt, wordt het baadu. Oh, okay. Dat noemen ze dus als dan munqati aan in idafa. Dus de idafa is weggesneden daarvan. Maar hij, in principe is hij er nog. Alleen niet, hij wordt niet uitgesproken. En bij qabl en ba'd komt dat voor. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar min qabl of min ba'd min qabli an ta'tiyana. Dus hier zie je een voorbeeld van min qabli an ta'tiyana is de masda. Dus dit is modaf en modaf ilay. Maar, stel je voor, je haalt hem weg. Wat gebeurt er dan? Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Zie je? Ik zal even deze weghalen. Dus lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. En de reden dat het qablu is en ba'du is omdat die mabni ala dam is. Vanwege het feit dat de modaf ilay weg is gehaald.
En als hij dus niet wordt weggehaald, is hij gewoon, zoals hier. Min qabli en ta'tiyana. En ta'tiyana is en plus fi'al is mosdar. Dus qabli ijyanina. Wa min ba'di ma ji'tana. Of en ba'di ijyanika. Wa min ba'di ma ji'ika. En als je ma ji'tana. Ma is ook mosdariya. Dus dat is eigenlijk gewoon een woord. Dus heb je de modaf en de modaf ilay. Ba'd is modaf. En ma ji'tana is de modaf ilay. En qabli is modaf. En ta'tiyana is de. En ta'tiyana samen is de modaf ilay. Dus hier zie je wel min qabli. Niet qablu. Terwijl als hier zo... Als je dit zou weghalen, zou je zeggen min qablu wa min ba'du. Ja. En awwalu. Ya'malu zaydun al-ana fi... Ja, hier bijvoorbeeld. Ya'malu zaydun al-ana fi s-sahafa. Wa kana min qablu. En min qabli thalika. Ustadha. Bijvoorbeeld. Even kijken. MC. MC is ook het woordje MC. Betekent gisteren. Mm-hmm. Is mabni ala al-kasr. MC. Jituka MC. Enzovoort. Oké, okay, bijvoorbeeld, id. Id is mabni ala id is mabni ala sukun. Al-ana is mabni ala al-fath. Haythu is mabni ala al-dam. Vallen die allemaal onder deze regel? Die vallen onder de regel dat het mabni is. Hoor. Oh, het is gewoon, al die woorden zijn zo. Ja, het is gewoon mabni. Dat zijn mabniet. Het zijn gewoon allemaal losse woorden eigenlijk, zo kan je het zien, van de mabniyat. Dus al-ana is altijd al-ana. Wat is al-anu of al-ani? Al-ana is mabni ala. Ala al-fath. Dat waren de woorden die hij behandeld heeft. Met betrekking tot de mabniyat. Dus op de zegde mabniyat van de esma zijn gelimiteerd. Als we ism pakken, een ism kan mu'arab zijn of mabni zijn. Mm-hmm. En de reden dat hij mabni is op omdat hij lijkt op een harf, volgens geleden. Nou, we hebben de verschillende categorieën behandeld. En ze hebben bepaalde stelregels waaruit zij concluderen dat deze 10 categorieën die we behandeld hebben, lijken op een harf op een bepaalde manier. Nou goed, dat is meer een theoretische discussie. Maar als je gewoon weet dat deze woorden die we net behandeld hebben, of die we de afgelopen tijd hebben behandeld hebben, zijn mabniyat. Dus alle esma die mabniyat zijn mabniyat vanwege het feit dat ze zo aan ons zijn overgeleverd door de Arabieren. Dat is de beste manier. Dus als de Arabieren iets hebben gebruikt wat mabniyat is, gebruiken wij het mabniyat. En als zij het mu'arab hebben gebruikt, is het mu'arab. En dat is de as. Een ism is normaal gesproken mu'arab, tenzij er een bewijs is dat hij mabni is. Zo kunnen we het stellen. Oké, dus we hebben de ism en die kan mu'arab zijn of mabni zijn. Dan hebben we de fi'al. En de fi'al hebben we 3 categorieën van, 3 subcategorieën. Maldin, Mudaria, Mudaria en Emmer. Dus Maldin, Mudaria en Emmer. Dus Maldin, Mudaria en Emmer. Veel Maldin is Mabni. De fi'l mudari'
is Mo'arab Al-Mabni, afhankelijk van de subcategorie die van de film Mudari. En de veel andere is Mabni. Wanneer is de fi'l mudari mabni? We hebben het volgens mij eerder behandeld. De fi'l mudari is mabni als? Sorry, wat staat daar bij de middelste helemaal onderaan? Deze? Ah, een beetje onduidelijk. Mu'arab. Zo. El mabni. Oké, okay, wanneer is de film Mudari Mabni? Die vier groepen. Je hebt vier groepen inderdaad. Als een noen eindigt, dan is die Mabni. Welke noen? Ja, die vrouwelijke noen of die... De vrouwelijke noen, de noen Niswa, ja. Niswa, en die andere was noen Taukid. Benadrukking, toch? Ja, of ter benadrukking. Dus een noon om te benadrukken, om een fi'l te benadrukken, noon taukid, mubashira, die direct achter de fi'l komt, of de noon niswa. Die twee zorgen ervoor dat die mabni is. Als je niet behoort tot die categorie, dan is die mu'arab. Ja. Oké. Okay. Pak even andere boeken bij. Deze. Zoals jullie kunnen zien. Even kijken. Hij zegt Al-Mu'arabu wal-Mabni. Dat is een hoofdstuk van het boek. Hij zegt Wal-Ismu minhu Mu'arabun wa-Mabni. Dus de ism kan Mu'arab zijn, kan ook Mabni zijn. Lishabahin min al-Hurufi al-Mudni. Lishabahin min al-Hurufi al-Mudni. Kashabai al-Wadai fi ismi jatana wa ma'niwi fi mata wa fi huna. Wa kan niyabatin al-Fi'li bila ta'atharin. Dus dit zijn de categorieën, zoals ik geleerde ze uitstippelen, van de manieren waarop de ism lijkt op een harf en daardoor mabni is. Hij zegt, wal ismu minhu mu'arabun wa mabni. En vervolgens gaat hij in deze 2,5 versregel, gaat hij uitleggen welke categorieën dat zijn. En hij komt in totaal op 6 categorieën. Waaronder dus die 10 categorieën die wij behandeld hebben, vallen. In principe. Maar vervolgens zegt hij... Wa mu'arabu al-asma'i ma kad salima. Min shabay al-harfi ka ardin wa suma. Hij zegt, en mu'arabu al-asma', oftewel de asma' die niet mabniya zijn, maar mu'arabe zijn, zijn degenen die vrij zijn van het gelijken van, op een, gelijken van een harf. Oftewel, de asma die met de mu'arabe zijn, zijn degenen die niet lijken op een harf. En dat is eigenlijk de rest. Zoals ard of suma. Dus de meeste, ofwel de algemene regel is dat een ism mu'arab is. En er zijn enkele categorieën waarin die lijkt volgens geleerd op een harf en daardoor mabni is. Hij zegt, wa fi'lu amrin wa mudiin bunia. Oftewel, de fi'l amr en de fi'l madi zijn mabni. Die zijn altijd mabni. En hij zegt, en de fi'l mudari is mu'arab. De fi'l mudari is mu'arab. In ariya minuni taukidin mubashirin wa minuni inathin. Dus als hij vrij is, oftewel als hij geen nuni taukid heeft, of mubashir, die er direct achter komt, of nuni inaf, oftewel nuni niswa, vrouwelijke nun. Dus de fi'l amrin wa mudiin bunia. De fi'l amr en de fi'l madi zijn mabni. En de fi'l mudari is mu'arab tenzij er een noon niswa of een noon taukid mubashira achterkomt. En de harf, dat is de hukum van de harf. Hij zegt, wa kullu harfin mustahiqun lil bina.
والأصل في المبني أن يسكن. De asl van de mabni is dat hij een sukoon krijgt. Waminhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dam. Maar het kan ook voorkomen dat hij een fatha krijgt, of een kasra krijgt, of een damma krijgt. Zoals ayna amsi haifu wa sakinu kam. Dus er zijn vier voorbeelden. Ayna is mabni ala al-fath. Amsi is mabni ala al-kasr. Haithu is mabni ala al-dam. Kam is mabni ala al-sukoon. Dus ze komen allemaal voor. Dus dat is niet één juist en de ander fout. Het kan mabni al dam zijn, kan mabni al fath zijn, kan mabni al kasr zijn en mabni al sukun. Bij mabni kan alle vier zijn. Of de drie harakat of de afwezigheid van haraka, oftewel sukun. Oké, vervolgens zijn er grammaticale statussen. Dus als we praten over al-i'rab. Als we praten over al-i'rab, hebben we vier statussen. Weet jullie ze nog? We hebben vier grammaticale statussen. Oh, die bedoel ik. Rafa, ja. Nasb. Jar, inderdaad. En jazm. Dit zijn de vier grammaticale statussen. Zei ik, als we nog verder uitzoomen, hebben we een kalima. En een kalima kan mu'araba of mabniya zijn, toch? Mm-hmm. Mu'araba of mabniya. Mabniya. Ik heb het gezien aan het begin. Dit? Ja, jullie weten wat er staat. Mu'araba en mabniya. En mu'araba betekent dus dan dat hij een van de vier statussen heeft. Oftewel dat hij marfu'a is. Marfu'a of mansuba. Of majrura. Of majzuma. En de mabniya zijn er ook vier dan? Welke zijn dat? Al al-fath, al al-dam. Dat is wel simpel eigenlijk. Oh, echt serieus, dit. Al al-fath. Al-sukun. Ja, even kasra eerst. En dan al al-sukun. Zoals je een beetje uitzoomt. Dus mabniya is mabniya al al-dam. Mabni al-fath, mabni al-kasr of mabni al-sukun. Altijd voorzien om een onderverdeling te maken? Ja, niet per se, maar het is gewoon de tegenhanger van de mu'araba. Okay. Dus het is precies het tegenovergestelde. Ja. Dus de mu'araba heeft een status en mabniya heeft geen status. Het is belangrijk om te weten. Mabniya heeft geen grammaticale status. Ja. Mabniya is gewoon een woord dat eindigt op een damma of een fetha of een kasra of een sukun. Klaar, dat is het. Dat is het enige wat je hoeft te weten over mabniya. Terwijl mu'araba heeft meer diepgang. Want hij kan een status hebben en op basis van de status en het woord soort krijgt hij een alama. Zoals we gaan leren. Of zoals we al reeds hebben behandeld volgens mij. Een paar keer inmiddels. Maar goed, herhaling is goed. Dus, er zijn vier statussen. Dus, we hebben vier statussen. Arraf, Nasb, Jar en Jazm. Oké. Arraf en Nasb. En Jar en Jazm. En Isim. Is hij marfoor, mansoor, majroor of majzoom? Hij kan drie statussen hebben. En niet Jazm volgens mij. Isim. Dus de Isim komt voor bij Arraf en Nasb. En Jar. Toch? Ja. En de Fi'al? Die komt bij de eerste twee wel voor en bij de laatste. Bij de fi'al. En de. Dus bij de raf komt. Bij raf, de fi'al komt bij raf en nasb. Ja. En bij jazm. Dus hij heeft geen. De fi'al komt niet voor bij de jar. Zoals de ism niet voorkomt bij jazm. Dit is hem toch? Ja.
Dus over, als we praten over Eliara, praten we automatisch over een ism of over vele moldaren. Als we praten over Fern, die Moab is, praten we automatisch over de vele moldaren. Ja. Oké. Wat zegt Ibn Malik hierover? Hij zegt: wa raf'a wa nasba ij'alan i'araba lismin wa fi'lin nahnu lan ahaba. Oké, dus de raf en nasb zijn staatsen die komen wel voor bij, komen zowel voor als bij de ism als bij de fi'l. Dat is wat hij zegt hier. Wa raf'a wa nasb ij'alan i'araba lismin wa fi'lin. Voorbeeld: nahnu lan ahaba. Wal ismu قد خصص بالجر. Oftewel, de ism heeft alleen maar het jar. Of de, nee, sorry, de enige, de jar komt alleen maar voor bij de ism. Sorry. Okay. Dat is de bedoeling. Of dat bedoelt hij. Oftewel, hij is, de ism is specifiek. Of het jar is specifiek voor de ism. كما خصص الفعل بأن ينجزم. Zoals het jazm specifiek is voor de fi'al. Oftewel de fi'al mudari'. Omdat de fi'al amr en de fi'al madi mabni zijn. En als ze mabni zijn, hebben ze geen grammaticale status. En de enige de fi'al die mu'arab is, is de fi'al mudari'. Die geen nun taukid mubashir heeft of nun taukid nun niswa heeft. Dus de fi'al mudari'. Die krijgt de status raf, nasb en jazm. Tenzij. Dus de fi'l mudari krijgt die status tenzij er een noen niswa achterkomt of een noen taukid achterkomt. Waarom? Omdat hij in dat geval mabni is. En een woord dat mabni is, heeft geen grammaticale status. Zo simpel is het. Dus alleen ism en de fi'l mudari kunnen mu'arab zijn. Ja. En als een woord, en als een ism mu'arab is, heeft hij een van de drie statusen: raf, nasb of jar. En als de fi'l mudari mu'arab is, dus geen nun taukid of mubashir heeft of een nun niswa, in dat geval heeft hij een van drie statussen: raf, nasb of jazm. Dat is belangrijk om te begrijpen, om te onthouden. Oké? Okay? Waarom is het belangrijk om een grammaticale status van iets te kennen? Nou, omdat het einde van het woord beïnvloed wordt door de status. En het einde van het woord, oftewel de Dhamma, Fetha, Kasra of Sukoon, die je krijgt aan het einde van het woord, noemen we de alama van i'arab. Oftewel het kenmerk waaraan we de status kunnen herkennen die heeft. Dus we zeggen farfa bi dammin. Oftewel, als hij de status raf heeft, geef hem dan een Dhamma. Once he ben fethan. En als hij mansoob is, als hij de status nasb heeft, geef hem dan een fetha. Wajur kasran. Oftewel, als hij de status jar heeft, als hij majroer is, geef hem dan een kasra. Wajzim bi taskinin, zegt hij hier. Wajzim bi taskinin. Oftewel, met een sukoon wordt hij majzoom. Dus als hij de status jazm heeft, krijgt hij een sukoon. Dus dit zijn de woordsoorten die het mogelijk zijn om de status nasb en jar, nasb, raf, nasb, jar en jazm te krijgen. Dus de fi'l krijgt raf, nasb en jazm. En het ism krijgt raf, nasb en jar. Maar als we die status hebben, dus de alama van al-Arab, dan moeten we praten over de alama asliya, want er zijn afwijkingen hiervan. Maar de alamat asliya van al-Arab zijn als volgt. Bij raf krijg je een damma. Bij nasb krijg je een fetha. Bij jar krijg je een
Kisra. En bij jazm krijg je een sukoon. Dus je hebt een alama, oftewel het einde van het woord heeft een klinker. En aan die klinker, dan met het kasra of afwezigheid van de klinker, sukoon, herken je wat de grammaticale status van het woord is. Dus als hij een damme heeft, herken je dat hij de status van raf heeft. Andersom kan je het ook toepassen. Als hij de status van raf heeft, moet je hem een damme geven. Zodat andere mensen kunnen herkennen dat hij de status van raf heeft. Dus op die manier werkt het. En dit zijn de, zoals ik aangaf, de alamaten asliya. Oftewel, de standaard alamat. Dus normaal gesproken, als je een woord marfu is, krijgt hij een damma. Tenzij er een reden is om hem geen damma te geven, maar iets anders. En dat doen we dus de farra'iyya. Dus we hebben de asliya en we hebben de farra'iyya. En we hebben de fetha voor nasb en de kesra voor jar en de sukoon voor jazm. Dus hij zegt ook, farfa bi dammi wansi ben fethan wajur kesran kadhikrullahi abdahu yasur. Voorbeeld. Wajzim bi taskinin wa rayuma dhukir yanub. En alles wat hierna wordt genoemd, wijkt af hiervan. Of neemt de plaats in van die damma, of de fetha, of de kesra, of de sukoon. Dat zijn de alamat, kan je zeggen, niaba. Dus die, dat ze, of naiba. Dat ze de asliya vervangen. Of je kan zeggen far'iyya. Oftewel de afwijkende. Als alamat. Oké. Okay. Is dat duidelijk tot zover? Voor iedereen? Oké. Okay. Dus. Wat zijn de categorieën die afwijken? Nou, we doen even de categorie. Of de categorieën benoemen zoals ze genoemd worden door Ibn Malik. Hij begint met al-asma'u sitte. Al-asma'u sitte. Al-asma'u sitte. Dus, goed, ik leg zo wel even uit. De tweede die hij noemt is al-muthanna. Drie. Is jam'u al-mudhakkar. Al-mudhakkar al-salim. Vier. Vier is jam'u. Jam'u. Al-mu'annath. Al-salim. Nee. Al-ismu. Al-mamnu'u. Min as-sarf. Ga ik hier 6 opschrijven.
6. ممنوع من السفر. ممنوع الممنوع من السفر. زس الأفعال الخمسة. الخمسة الأفعال الخمسة. أنا نحب زيفة. أن زيفة. Is. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. المعتل الآخر. Dat is de zevende categorie. Je hebt al-asma wa sitta. Al-muthanna. Jammu dhakr salim. Jammu anif salim. Al-ismu al-mamnu'u min al-sarf. Al-af'al al-khamsa. Ana al-fi'l al-mudari' al-ladhi lam yattasil bi akhi shay'u. Al-mu'tal al-akhir. Ik zou uitleggen waarom. Ik ga ook uitleggen waarom. Nou, dit is de onderverdeling van dingen die afwijken. Dus we hebben namelijk de regel behandeld. En dit zijn de 7 punten waarin het afwijkt van de stelregel die we zojuist hebben gehad. De stelregel is dat als je marfu is een damma krijgt. Als je mansoob is een fatha krijgt. Als je majrur is een kasra krijgt. En majzoom een sukoon krijgt. Nou, dit is één manier om ernaar te kijken. De andere is gewoon alle categorieën op te noemen die er zijn. Dat kunnen we ook doen trouwens. Dat is wel misschien handig. Dan heb je meteen een overzicht. Dus dit zijn de afwijkende. Dus dit is maya nubu. Hetgeen wat afwijkt. Of de plaats inneemt. Dit is maya nubu. Als we alle categorieën willen hebben, kunnen we die gewoon opsommen. Het is wel even goed om op te sommen. Dan heb je een totaal overzicht van alle mabni, van alle mu'arabat. Van de asma en de fa'al. Zou ik dat doen? Dan heb je een overzicht. En dan gaan we ze behandelen één voor één. En dan komen we terug weer bij hetgeen wat hij bedoelde. Dus, wat we hebben. Laten we beginnen met al mu'arabat. من الأسماء الأسماء أوكي دس أين الاسم الاسم المفرد تفي المثنى تري جمع المذكر المذكر السالم فيه جمع المؤنث السالم ف
5. Jam'u. Tekstier. En 6. Al-asma'u. Al-sitta. Dit zijn de categorieën van woorden die mu'arab zijn. Dus je kan een woord dat mu'arab is, of de woorden die mu'arab zijn, komen in één van deze 6 categorieën. Het is een mufrad. Ik doe wel even een kort uitleg van wat ze zijn. Een ism mufrad is heel simpel, enkelvoud. Elke ism waarvan één wordt bedoeld, mannelijk of vrouwelijk, is ism mufrad. Dus zeg kalam, kalam is ism mufrad. Enkelvoud. Precies, enkelvoud. En elke ism die enkelvoud is, is een ism mufrad. En muthanna is tweevoud. Dus elk woord dat duidt op twee. Mannelijk of vrouwelijk is muthanna. Dan heb je jam'u mudhakkar salim, jam'u anif salim, jam'u taksir. Dan wat betekent jam'u? Meervoud. Jam'u is meervoud. Nou, je hebt meerdere categorieën van meervoud, zoals je kan zien. Je hebt mudhakkar salim, anif salim en taksir. Nou, wat betekent mudhakkar salim? Is mannelijk meervoud. En mu'annif is vrouwelijk. En dan heb je het verschil tussen salim en taksir. Laten we die even uitschrijven. Dus als we gaan kijken naar de jamma, hebben we in totaal 3 categorieën. Aan de ene kant is die taksir of salim. Oftewel taksir of mukassar. Laten we gewoon even taksir aanhouden. Wordt hetzelfde mee bedoeld. En salim. Dus we hebben taksir en we hebben salim. En salim kan verder onderverdelen in mudhakkar, mannelijk of mu'annath. Nou, wat betekent taksir en wat betekent mu'annath? Mannelijk en vrouwelijk. Nee. Taksir en salim, sorry. Oh, salim is dat de stam ook in een meervoud zit. Dus het enkelvoud zit ook in het meervoud eigenlijk. Bij welke is dat? Bij salim. Bij salim. Betekent dat als je de meervoudsvorm pakt, dat de volledige enkelvoudsvorm terug te vinden is in de meervoud. Ja. Een voorbeeld daarvan is muslim, muslimoen. Dus muslim, een meervoud, is met een wauw en noen erachter. Ik kan gewoon hier. Dus de wauw en noen komen erachter. En dit geeft aan dat er meerdere zijn. Dat is meervoud. Maar hetzelfde geldt voor vrouwelijk. En hoe zeg je vrouwelijk meer? Dus hoe zeg je moslima's? Wat? Moslimaat. Moslimaat, ja. Dus moslimaat. Dus de alif ta' komt erachter. Dus de mudhakkar kan je herkennen aan de wauw en noen of de ja en noen. Ook muslimien zijn. En dat heeft te maken met grammaticale status. Daar komen we zo op. En bij mu'annaf is altijd muslimat. Dus de jamu mudhakkar salim is muslimoon of muslimien. Dus de wauw en noen erachter en ja en noen erachter. En de salim van mu'annaf, oftewel jamu mu'annaf salim, is muslimat met de alif ta erachter. Altijd. Er komt altijd alif ta achter en bij mudhakkar wauw en noen of ja en noen. Dat is de Jammu Dekker Salim en de Jammu Anif Salim. De taksir is wijkt daar vanaf. Bijvoorbeeld, stel je voor je hebt het woordje kitab. Wat is meer voor van kitab? Kutub. Nou, zoals je kan zien is er veel veranderd. Want we hebben niet meer een kesra op de kaf, maar een damma. En we hebben op de ta is er geen fetha meer, maar een damma. En de alif is weggehaald. Dus kitab is niet meer terug te vinden in het woordje kutub. Het enige wat nog terug te vinden is zijn enkele van de letters. Dat is logisch. Maar
de bouw, dus de hele Mufra, is niet terug te vinden. Oftewel, er is iets gebroken. Zo kan je het zeggen. Taxir betekent gewoon letterlijk gebroken. Qatar ook toch? Qatar is snijden. Okay. Qatar is afgesneden van. En Sani betekent eigenlijk gezond. Dus hij is, de Mufra is terug te vinden in meervoud. Er is niks aan veranderd. Er is niet vermengd, er is niks afgehaald, er is niks bijgevoegd. Het is gewoon naturel. Dus moslim, muslimoen, muslimin, of muslim, muslimat. Dat is het verschil tussen de drie vormen van jammer. Dus dan heb je hebt er drie. Jammu dhikr salim, jammu anif salim en jammu taksir. Oké. Okay. Dan heb je nog esma'u sitta. Esma'u sitta zijn zes woorden in de Arabische taal die een aparte alama hebben. Dus in plaats van de... Ab en ach, inderdaad. Fem, hem, hen en du. Maar die komen, daar komen we op. Die gaan we behandelen. Dus dat zijn zes categorieën van esma. Elke ism die Moab is, valt in een van deze zes categorieën. Dan heb je al-mu'arabat min al-af'aal. Zijn er twee. Oftewel, de af'aal die mu'araba zijn. Dat zijn allebei fi'l mudari', dus daar kan je mee beginnen. Al-fi'l mudari'. Maar er zijn twee vormen van de fi'l mudari' die mu'araba zijn. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. Weet je nog wat het is? Dat geen damier achterkomt, of een noentakied achterkomt. لم يتصل بآخر شيء. Of آخر شيء. En de tweede. Ja. En dat is de fi'l mudari'. Alladhi ittasla bihi. Of bi akhiri. Ya al-mukhataba. Ja, de mukhataba, dus de ja van anti, zoals tefa'alien. Au. Alif tefnia. De alif van tweevoud, zoals jefa'alan, tefa'alan. Tefnia. Even mooi schrijven. Tefnia. Of wauw jama'a, wauw van meervoud, zoals tefa'aloon wa yef'aloon. En deze is ook wel bekend als, deze tweede categorie wordt ook wel genoemd, al-af'aal al-ghamsa. Dus hoeveel categorieën hebben we in totaal? Acht. We hebben zes van de ism en twee van de fi'al. Dat zijn alle categorieën van de mu'arabat in totaal. Dus de mu'arabat van esma en fi'al samen zijn er acht. Dus ism mufrad, al-muthanna, jammu dhikr salim, jammu anif salim, jammu taksir, al-isma'u sitta, al-fi'l al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhi shay, al-fi'l al-mudari' alladhi yattasil bihi ya al-mukhataba, of alif al-tathniya, of waw jama'a. Dat zijn dus acht categorieën. Maar als we dan gaan kijken naar wat Ibn Malik heeft genoemd, zijn er zeven. Maar ze komen ook niet allemaal precies overeen. Ten eerste, nou goed, we gaan even markeren wat wel overeenkomt.
Zwaai even een streep. Zwaai even een rondje om. Bij de nummers. Esmael Sita, komt die voor? Ja. Die komt voor. El Muthanna, komt die voor? Nee. Niet? Bij de... El Muthanna, ja, ja. Komt voor, toch? Oké. Okay. Jammu Dhakr Salim, komt die voor? Ja. Jammu Anif Salim, komt die voor? Ja. El Ism al Mamnu'a min al-Saf, komt die voor? Nee. Komt niet voor. Oké, ik geef hem een andere kleur. Sorry, waar komt hij niet voor? In het lijstje wat we net hebben gemaakt. Okay. In het lijstje van... het lijstje van de Mu'arabat min al-Asma. En de SF-aal. Dus die 8 categorieën die we zojuist hebben opgenoemd, komt deze niet voor. El Af'aal Ghamsa, komt die voor? Nee, de Asma. Ja, sorry, de Af'aal Ghamsa. Af'aal, niet de Esma. Esma zit er kom voor. Maar de Af'aal Ghamsa. De Af'aal Ghamsa. Ja, sorry, die komt wel voor. Ja. Die komt voor, toch? Dat was de laatste categorie. Dan hebben we hier. Al-Fail al-Mudar, al-Ladi Lemmetas bij Ari Shay, al-Mu'atel al-Akhir. Dat laatste stukje is een toevoeging. Dat laatste stukje is een toevoeging. Klopt. Dus op zich komt die voor, behalve dit stukje. Al-Mu'tal al-Akhir. Dus hij komt deels voor eigenlijk. Nou, dus we hebben eigenlijk twee dingen die afwijken van elkaar. Nou, oké, nu moeten we gaan proberen achter te komen. Waarom wijken deze twee lijsten van elkaar af? Want het gaat om hetzelfde. Dit gaat over de zaak die Mu'arab zijn en de lijst van net waren alle woorden die Mu'arab zijn. Nou, de Asma'u Sitta, de Muthanna, Jammu Dhakr Salim, Jammu Anif Salim en Af'aal Ghamsa, die komen één op één voor. Wat missen we nog? Jammu Taksir. En welke missen we nog meer? El Mufrad. De Isse Mufrad en Jammu Taksir. Mufrad is logisch, want dat is gewoon de basisvorm. Ja. Want Jammu Taksir, nee. Heb je hem al gevonden? Waarom? Ja, die eerste is gewoon de basisvorm. Dus de ism is de basisvorm. De Isse Mufrad is de basisvorm. Ja. Dus daar is geen afwijking. Is geen afwijking. Oké. Okay. Dus die wijkt niet af. Oh, hier is Jammu Taksir, ja. Nee, dat is ook inderdaad hetzelfde. En Jammu Taksir precies hetzelfde. De Isse Mufrad en de Jammu Taksir, die wijken niet af van de basis. Maar wat nog meer? Want we hebben hier eigenlijk een categorie die half opgeschreven is. En dat is de Fi'l al-Mudari' alladhi lam yatasib bi akhi shay. En dan hebben we een stukje wat niet erbij hoort. Dus wat we moeten doen is even inzoomen op die categorie en gaan kijken wat houdt het precies in. Dat gaan we even doen. Wat is nou wat we hebben opgeschreven? Wat betekent hetgeen wat we opgeschreven hebben? Dus als we praten over al-fi'al. Is goed geschreven. Al-fi'al al-mudari'. الذي لم يتصل بآخره شيء. Wat betekent dit? Het is belangrijk om dit even goed te begrijpen. الفعل المضارع weten we toch? Dat is een فعل in de tegenwoordige tijd. Maar wat betekent الذي لم يتصل بآخره شيء? Wat betekent dat? Alladhi lam yattasil. Degene die niet. Ervan aan het einde. Bi akhirihi. Aan het einde ervan. Waar niks achter komt eigenlijk. Niets aan vastkomt. Dus er komt niks aan de achterkant ervan. Bij. Toch? Mm-hmm. Nou, wat bedoelen we met shay'un? Shay is alles eigenlijk. Dus is mubham. Dat kan alles betekenen. Maar hier bedoelen we twee zaken eigenlijk. Een damir. En dan specifiek een damir van Rafa.
Oftewel een damir van, die de betekenis heeft van een fa'il. Zoals de ja of de noon niswa of de ja al-mukhatabah of de waw jama'a. De ja al-mukhatabah betekent anti. De waw jama'a betekent hum. De alif tafniya betekent entuma of huma. Dus de damir klaf komt niet achter. Of een noon taukid. En dan mubashira. En een mubashira. Die direct erachteraan komt. Dus als een damir nog tussen komt, dan valt hij niet onder die categorie. Zo. Dus met shay wordt bedoeld een damir klaf. Of een noon taukid mubashira. Maar vervolgens kunnen we deze categorie kunnen we onderverdelen in twee. Noem eens een voorbeeld van een film op dag die limit als bij Arisha. Ketaba? Nee, ketaba is Madi. Oh, ik bedoel Yaktubu. Yaktubu. Wat is de laatste letter? Daar. Oké, hij komt niks achter, toch? Yaktubu. Dat is de laatste letter. Van ketaba, hetzelfde. Er komt geen damir achter. Geen noenetokid. Dat is een voorbeeld van een vele modal. Die lemmet als bij Archie. Is een yektub. De laatste letter. Is die... Dan kunnen we inzoomen op de laatste letter. Is de laatste letter... Sahih of mu'atel? Sahih. Sahih. Wat zijn de letters die mu'atel zijn? Wauw, ja en alif. Dus we kunnen gaan kijken op basis van de laatste letter. Al... Of dus we kunnen zeggen as-sahihu al-akhir. En al-mu'tallu al-akhir. Een voorbeeld hiervan was yaktubu bijvoorbeeld. Yaktubu. We hebben een voorbeeld van mu'tall al-akhir. Qara'a? Yaqra'a? Nee, dat is Hamza. Hamza is sahih. Met een ja of een alif of een wauw. Iemand anders? Een fi'al, mudari', die eindigt op een wauw, ja of een alif. Yamshi. Yamshi. Dus dit is mu'tal al-akhir. Oftewel de laatste letter is mu'tal, yamshi. Nou, waarom is de sahihul akhir niet genoemd in het lijstje? Het lijstje van Ibn Malik. Waarom noemt hij alleen maar al mu'talul akhir en niet de sahihul akhir? Omdat het waarschijnlijk geen afwijking is. Omdat het niet afwijkt. Dus de punten die niet afwijken, die op de asl zijn, zijn... Zijn niet genoemd. En dat zijn dus al-ism mufrad. Jam al-taksir. En de fi'al. Al-fi'alu. Precies. Dus al-fi'al mudari'. Alladhi. Lem yattasil bi akhirihi shay'un. As-sahihu al-akhir. Deze drie wijken niet af. Deze drie wijken niet af van de standaard. Van de standaard. En wat is de standaard? Damma bij Raf. Fetha bij Nasb. Kesra bij Jar. En? Sukun bij Al-Jazm. Precies. Oké, dan hebben we nog één categorie die we nog niet hebben behandeld. Staat ertussen. Die hebben we ook groot gemaakt. Al-Ismu al-Mamnu'u min al-Sarf. Nou, wat is Al-Ismu al-Mamnu'u min al-Sarf dan?
Nou, de Ism Memnoem in Saf is een subcategorie van de Ism Mufrad en Jamu Taksir. De Ism Memnoem in Saf is een subcategorie van de Ism Mufrad en de Jamu Taksir. Dus zowel de Ism Mufrad als de Jamu Taksir heeft twee vormen. Al-ism, al-mufrad, al-jam'u al-taksir, al-jam'u al-taksir. Ja, als die twee categorieën munstarif zijn, dan zijn ze gewoon een standaardvorm. Precies. En bij de norm en asaf zijn er afwijkingen. Maar dus, die hebben we munstarif versie en de ghayru munstarif, oftewel memnu' min asaf. Dus de Ism al-Mufrad en Jamu al-Taksir. Al-Ism al-Mufrad en Jamu al-Taksir heb je in twee vormen. Munsarif en Ghayr Munsarif. Ghayr Munsarif noemen we ook wel Mamnu' min as-Sarf. Wat houdt het in? As-sarf wordt daarmee wordt bedoeld het tenwin. Dus memnoem in sarf betekent memnoem in het tenwin. En er zijn enkele woorden die niet munsarif zijn. Terwijl munsarif is de asl. Zal ik even opschrijven ook meteen. Dus wederom de asl. En ghayru munsarif is weer de afwijking, oftewel de farra. De uitzondering op de regel. Wat is ghayru munsarif? Geleerden zeggen, als een ism lijkt op een harf, is hij mabni. En zeggen, als hij lijkt op een fi'al, is hij memnoem in as-sarf. En wanneer lijkt hij op een fi'al, dan hebben ze precies weer dezelfde... hebben ze weer meerdere categorieën van esma die lijken op een fi'al. Volgens de geleerden dan. Als hij lijkt op een fi'al is maar memnoem in as-sarf. Ja. Dat is wat de geleerden zeggen. Maar goed. Het punt daarbij is... is dat niet... makkelijk aan te wijzen is hoe die lijkt op een fi'al. Dus moet je weer een beetje... aparte... theorieën erop nahouden om dat in dat straatje te passen. Maar wat je kan doen is gewoon de categorieën leren, zoals we bij de Mabniyat hebben gedaan. Leer je de Mabnu'at, min as-sarf. Eén daarvan, ik geef er even een paar die heel makkelijk zijn. Buitenlandse namen. Buitenlandse namen, dus echt specifieke namen voor personen. Buitenlandse, oftewel niet-Arabische in dat geval, zijn Mabnu' min as-sarf. Voorbeelden, Ibrahim, Noor heeft een uitzondering, weer op de uitzondering. Omdat hij drie letters heeft en drie letters valt buiten. Behalve als hij, als de tweede letter geen sukoon heeft. En, dat is een uitzondering op de uitzondering. Maar laten we dat even achter. Ibrahim, Adam, Ismaël, Ishaq, Jacob. Heb je een Arabische naam? Nee, natuurlijk niet. Arabieren, het waren voor de Arabieren. Ja. Het waren geen Arabieren sowieso. Israël, ook geen Arabier. Dus dat is de eigenlijk voorvader van de Arabieren. Of ja, een deel van de Arabieren dan. En een deel van de Benu Israël. Spraken ze geen Arabische naam in die tijd? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik dacht dat toen ook al daar was. Nee, Ibrahim sprak geen Arabisch. En Moesa en Reza ook niet. Oké. Ja, Reza wist ik wel. En Moesa ook niet. Ik dacht dat ze daar al Arabisch spraken in die tijd. Nee. Nee, dat in ieder geval, nee. De Torah en de Injil zijn niet in, in het Arabisch. De Koran wel. Het aantal ontwikkelen ze verder, hè. Dus ja, In de tijd van de profeet Mohammed,
als Arabisch, wat we nu proberen te studeren. En dialecten daarvan. Dus die zijn ook bewaard gebleven. Een paar, of in ieder geval enkele van de punten van dialecten enzovoort. Maar dus al die, bijvoorbeeld Shuaib enzovoort, is allemaal niet Arabische. Okay. Shuaib misschien nog. Wat is voor Shuaib wel? Of niet? Nou goed. In ieder geval buitenlandse namen. Die zijn, dat zijn ze. Namen die heel specifiek op een ver lijken, ook echt op een ver lijken, zoals Ahmed. Ik kan zeggen Ahmedullah. Dus Ahmed, de naam Ahmed, en Yazid enzovoort, die zijn Memnoor min Saf. Vrouwelijke namen, alle vrouwelijke namen, zijn Memnoor min Saf. Dus Aisha, Fatima, Zainab, Mariam enzovoort. Ze zijn allemaal Memnoor min Saf. Er zijn al drie categorieën. Oh ja, mannelijke namen die vrouwelijk zijn. Dus die vrouwelijke, zoals Talha en Obeda enzovoort. Dus die zijn ook Memnoor min Saf. Nou, wat houdt Memnoor min Saf in? Memnoor min Saf houdt in dat hij geen tenuin krijgt. Dus die krijgt nooit een tenuin. En die krijgen dus nooit. En die krijgen daarnaast. Omdat ze... Oh, Memnoor min Saf krijgt nooit een tenuin. Ja, nooit een tenuin. En, dat is een woord dat Memnoor min Saf is, krijgt dus geen tenuin. En krijgt een speciale, krijgt een speciale alama. En daarom is hij genoemd door Ibn Malik. Ibn Malik heeft hem genoemd vanwege de grammaticale status, de alama. Omdat hij afwijkt van de normale. Was het normaal? Dat hij mafoor is met een damme. Want soep is met een fetha en met roem met een kasra. Maar en is het met Arabische namen en zo? Of niet Arabische namen of Franse namen? Die wijken af. Ja, precies. Dus die krijgen niet een damme bij. Ja, die krijgen wel een damme fatha. Maar geen kesra bij de Jaf. Ja. Dus daar wijken ze af. Ze wijken maar op één punt af. Dan zeg je bijvoorbeeld: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima. Ah, okay. Je zegt niet Ibrahimin. Terwijl Muhammadin wel is. Ala is een half jar. Dus Muhammadin is een majroer. Door half. Maar Ibrahima. Je zegt Ala Ibrahima. Waarom Ala Ibrahima? Hij heeft dezelfde status. Ibrahim is majroer. Bi harfi jar. Maar hij is memnoem in saf. Dus hij krijgt geen tenuin. En hij krijgt een fetha in plaats van de kasra. Daarom zeg je Ala Ibrahima wa Ala Ali Ibrahima. Ali Ibrahim is modaf idee. Ja. Oké. Okay. Goed, ik denk dat we een beetje tegen het einde aan zijn gekomen. Dus volgende keer pakken we hier weer op. Gaan we even... Het zijn twee lijsten, maar ze komen eigenlijk op vrijwel... Ze moeten sluiten als het ware. Je moet ze naar elkaar kunnen leggen en begrijpen wat alles is. En waarom iets hier genoemd is en iets niet daar genoemd is. Wat betekent Moon Sarif ook alweer? Moon Sarif is, als hij niet Memnoor min Saf is, is hij Moon Sarif. Okay. Dus, om heel specifiek te zijn, de assen, dus de alamat asliën zijn van toepassing op de ism Mufad al-Moon Sarif en de jamu taksir al-Moon Sarif en de fi'l mudari'. Deze drie categorieën zijn de dingen die op de asl zijn. Dus marfoe met damma, mansoe met fetha, majroe met kasra en majroe met een sukun. En de rest wijkt af. En dat zijn die zeven categorieën die genoemd zijn door Ibn Malik. En alles bij elkaar, en die zijn dus de acht categorieën die we genoemd hebben. Ja, precies. Dus we moeten daar gewoon een paar keer naast elkaar leggen. Om duidelijk te krijgen van wat wordt nou precies bedoeld. Want Ejromia gebruikt de 8. En Ibn Malik gebruikt dus de 7. Maar die komen samen overeen uiteindelijk. Oké, dan houden we het hierbij. Wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.